Dit is het verkeersjournaal van maandag 19 januari. We beginnen vandaag met werkzaamheden in Delft. In het centrum van Delft wordt gewerkt op het markt. Er wordt gewerkt aan de gas- en waterleiding en aan het riool. Er wordt gewerkt in de richting van het Stadhuis. De bedrijven aan het markt die blijven gewoon bereikbaar, maar er kan overlast ontstaan. De werkzaamheden duren tot begin april. En volgend jaar dan wordt de noordzijde aangepakt. Op het spu in Den Haag, daar wordt ook gewerkt. Er worden tussen de Amsterdamse veerkade en de bierkade nieuwe leidingen gelegd. En daardoor is er één rijbaan afgesloten. Het spu is in de richting van het Rijswijkse plein helemaal afgesloten voor het verkeer. En u kunt daarom omrijden via de Schedeldoekshaven, de Lekstraat en dan de Weteringkade, of via de Wagenstraat en de Stationsweg. Eind van de maand dan moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Op Scheveningen daar wordt gewerkt op de Westduinweg. Sinds vorige week wordt op de kruising Westduinweg met de Zeesluisweg en de Duinstraat gewerkt aan een rotonde. De Schokkerweg blijft gewoon open, net zoals de Westduinweg hier richting de Duinstraat. En moet u nou in de Scheveningshaven zijn, dan kunt u omrijden via de Kranenburgweg en de Dr. Lely Kade. Nou, bewoners in de omgeving die worden tijdens de werkzaamheden lokaal omgeleid. Let u daarvoor op de borden. De werkzaamheden die duren tot eind februari. Ja, en dan is het weer tijd voor het spelletje. Ratenstraat. De straat van vorige week, dat was de Jan Barendse Laan in Poeldijk. Maar vandaag heb ik alweer een hele nieuwe aanwijzing voor u. Daar gaan we. Ach, nou, het regent. Maar het plaatje wordt mooi schoongeveegd door de cameraman en de bestuurder van deze auto. We kunnen het allemaal goed zien. Maar belangrijker is: kunt u goed zien waar hij op dat moment rijdt? En als u het weet, ga dan naar de site, mail het antwoord en maak kans op leuke prijzen. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.